Kerstmis 1914, de loopgraver aan de IJzer. Nu als volwassen vent van 1949 twijfel ik eraan of dat de Indianen en de cowboys boterhammen met bananen met bruine suiker eten. Maar toen vond ik dat ongelooflijk. Ik voelde mij gewoon een indiaan in die tijd. Heroïek. Net voor een bom de aarde splijt, zit een soldaat die zachtjes schrijft in het groene gras. Even uw hoofd tegen haar bezem. Wat gedaan? Maar zo moeilijk. Ik zit er al 3 maanden op mijn kind te klopfen in die loopgraven. Oh, soldier, soldier, will you marry me with your musket, five and drum? Oh, how can I marry such a pretty girl as you when I have no coat to put on?